Goedemorgen allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. Het is maandag, even kijken, 28 oktober. En ik heb vandaag een superleuke dag op de planning staan. Als eerste, Kiaar is hier nu. Bezig met gezichtje mooier maken. En vanavond, dat heeft een reden trouwens. Vanavond gaan we namelijk naar een MTV feestje. De MTV EMA Pre-Party in Amsterdam. Feestje ga ik namelijk met Kiaar, Mitchell, Ian, Lisa, Sophie, Stephanie, ik. Dat was de hele gang. En het wordt een superleuke dag. Superleuke avond. En ik hoop dat wij echt leuke artiesten gaan zien. Kiaar, op wie ben jij benieuwd? Ik weet niet echt. Kia gaat voor Kai van der Voort. Nee. Voor wie ga jij? Nee. Ik ga voor mijn grote vriendinnetje Maan. Hi, dus we gaan ons klaarmaken en ik spreek jullie zo. Zitten in de trein. Onderweg naar Amsterdam. Ja. En dit is onze outfit. Ja, nee, ik heb een trui aan die onder zit in de shirt. En heb je er zin in, Kiaar? Ja, ik heb er zin in. Ja, maar ik heb het wel warm. Ik heb het wel warm, ja. Echt warm. Maar ik ga nu lekker even mijn kaasbroodje eten, mijn koffietje drinken en dan gaan we op naar Amsterdam. Oh shit. Oké, dames en heren. En de winnaar van de MTV EMA voor Best Dutch Act is geworden... Snelle! Heel groot applaus! MC Snelle, kom even hier naar voren toe en neem je award ontvangst. Geef zo even... En ik word sneller. MTV EMA Best Dutch Act 2019. Woehoe! Ben een stip. Hoe kon dat nou? We zijn weer thuis. Het was super gezellig. Kiaar, wat vond je ervan? Ik vond het onwijs gezellig. Ze vond het ook super gezellig. En we gaan nu lekker slapen. Het is nu... Hoe laat is het? Het is half één bijna. We waren rond een uur of 11:45 thuis. En ja, het was een super geslaagd feestje. Ik ga nog even gedag zeggen tegen mijn lieve hond. En dan gaan we dit bandje, dat zit mokerstrak. Lukt het, Kiaar? Ja, ook wel. Oké. Dus wij gaan lekker slapen. Ik zie jullie morgen weer. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. Het is dinsdag 29 oktober. En ik lig nog steeds in mijn bed. Het is nu 10:15. Kiaar heeft hier geslapen. Die is nu even douchen. Het is echt super lekker weer. Dus dat is top. Het MTV feestje was gisteren echt gaande. Het was echt super gezellig. En ik heb het echt onwijs naar mijn zin gehad. En wat ik vandaag ga doen is... Ik ga vooral een beetje chillen vandaag. Een beetje rustig aandoen. Gewoon alles op je gemak. En ik neem jullie gewoon wel vandaag mee. En veel kijkplezier met deze vloggie nog steeds. Goedemorgen, Kiaar. Goedemorgen. Goedemorgen. Zangles in de ochtend. Goedemorgen. Goedemorgen, het is vandaag woensdag en ik sta eigenlijk nu op het punt om weg te gaan. Ik heb namelijk afgesproken met Ian in de stad. We gaan even wat lekker wat drinken, wat lunchen, koffie drinken, weet ik veel wat we gaan doen. Dus ik stap nu de fiets op. En ik neem jullie mee. Dus trouwens mijn outfit even snel
Deze trui H&M, colletje H&M, broek Bershka en mijn champions schoenen. En deze ketting, die komt ook van H&M. Dus, ik ga er nu vandoor. Oh, en trouwens ring komt van de H&M. Ik neem jullie mee en ik ga nu weg. Doei! Oké, inmiddels ben ik aangekomen in de stad en ik ben met Ientje in de Petien. En ja, we gaan zo meteen lekker ergens koffie drinken, gezellig. En ja, het verhaal achter Ines er selfie. We gaan een selfie samen maken, dat is echt perfect. Altijd vrolijk en blij. Hey, wat wil je als ik weer zo lang zijn, wat wil je laten doen? Tatoe laten. En wat voor tatoe? Achter onze oren, dat is grappig. Vriendin, dat doet dan te veel pijn. Ergens gewoon maar, een wat klein tatoe. Maar wat wil je laten zetten? Zo'n hart. Dat wil ze laten zetten. Ze wilt eerst wel dus het op, zeg maar op je. Ja, kijk nog wel waar je hier. Vriendin, het doet overal vet veel pijn, want mijn pijngrens is echt laag. Nou, zullen we blauwe hart op onze ribben laten zetten? Nee. Jij doet het op je gezicht. Nee, gewoon. Ik ben, of hier of zo. Nee, ik moet op mijn enkel. Enkel? Ja. Serieus, je enkel? Ja, hier zo. Ik schat wel. Oké, maar we gaan dus nu foto's maken. En dan daarna gaan we even koffie drinken. En dan zien we wel. Thuis. Het was super gezellig even met Ian in de stad. We hebben lekker even wat gedronken bij Moeken en een ander cafeetje. Ik ga nu lekker mijn pyjama aandoen. En ik ga in dit lekkere bed ploffen en lekker even vlogjes kijken. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. En het is nu rond 6:30. Ik ben thuis. Ik heb vandaag helemaal niet gevlogd. Daar heb ik bewust voor gekozen, omdat ik gewoon even gezellig wilde hebben met mijn familie. Dus ik heb niet gevlogd vandaag. Maar ik dacht, ik wil wel een klein stukje vloggen in deze vlog. Want ik keek net uit mijn raam en het is echt zo fucking mooi. Dus ik ga jullie dat nu eventjes laten zien. Wauw, wat een super mooie licht. Echt, oh my god. Wolfje, lig jij nou? Lig jij nou op de troon? Lig jij op de troon, meisje? Knapperd. Ja. Kijk. Waar is je zus? Waar is je zusje nou? Oh, je zusje is hier. Kijk eens naar de camera. Hallo. Hallo. Knuffel. Willen jullie... Hallo. Ja. Oké, dit zijn mijn kaarten. Dit ligt er nu op. Dus we gaan lekker kaarten. Half 6. Goedemorgen. Het is al 6 uur zelfs. Het is 6 uur. En ik ben op werk. We zijn nu lekker aan het opruimen. En Sander, doe je dansje. Doe je dansje. Hey. Het zijn Niffo. Hallo en welkom bij Natuur met Stan. Goed, deze keer in Natuur met Stan, Dennisappels. Je zou nu pas denken, Stan, dat zeg ik verkeerd. Dat klopt niet, want het zijn geen dennenappels, maar Dennisappels. Het zijn ook gewoon dingen, ze hebben een naam, alles heeft een naam. Dus ze heten Dennisappels. Zo ziet een Dennisappel eruit, met wit. Dit is een beetje vieze, maar... Er zijn ook zeldzame dennisappels. En daar ga ik vandaag over hebben. Die zeldzame dennisappels zijn veel waard. Oh, u zag al een beetje. Oh. Het zijn gouden dennisappels. En die zijn nergens te vinden, behalve hier bij Happy Tosti.
Dus onthoud het goed. Wil je speciale en goede Dennisappels vinden? Kom naar even tosti, eet een tostertje en neem een Dennisappel. Dankjewel. Dit vond ik heel fijn om even te zeggen. Jamie, wat is jouw mening over een Dennisappel? Waarom stelt hij niet scherp? Oh ja, doet hij heel langzaam. Ah, oh, godverdomme. Maar wat is jouw mening over de Dennisappel? Ik vind het verschrikkelijk. Wie koopt dat nou? Maar het zijn Dennisappels. Ja, oké, okay, leuk. De zeldzaamste Dennisappels in de hele wereld, hè? Ja, maar wat moet je ermee? Wat de fuck is een Dennisappel? Nou, dat zie je toch? Die dingen hangen aan een boom. Oké, okay, luister dan. Wat is het verschil tussen dit en dit? Kijk, dit is een normale. Met wit erop. Die zijn ook wel een beetje speciaal, maar ja, die zitten meer in die bak. Maar die gouden, die kan je bijna nergens vinden. Die hangen die aan een boom? Nee. Nou dan. Maar hoe kom je in godsnaam op de naam Dennisappel? Ja, ik ben Stan. Dat is mijn reden gewoon. Ik kan zo Stanappels noemen. Nee, want er zit toch Dennen, maar dan gewoon Dennis. Wat? Uitpiepen. Ik was aan het schelden. Ik ben een slechte influencer. Wil je ook een cupcake? We hebben het niet meer. Nee, ik hoef geen cupcake. Ik zeg jullie mogen. Wil je het hele doen? Nee, neem maar. Laat ik nog dit hebben niet eten. Nee, neem maar. Waarom heb jij... paars. Nee, niet likken aan mijn cupcake. Niet likken aan mijn cupcake. It's mine. Eeuw, jullie zijn vies. Oké, inmiddels ben ik weer thuis aangekomen. Het is nu 8 uur. Ik was rond ongeveer 7 uur thuis. Ik heb net even gegeten. Ik zit nu lekker in mijn bed. Ik ben hier nu de vlog aan het editen. Dan ga ik hem nu, zeg maar, de laptop opstarten. En dan ga ik hem monteren. De vlog die jullie nu zien. Het is mokerkoud hier, dus ik heb het zo fucking koud. Dus ik heb letterlijk, ik maak geen grap, als ik hier zeg dat ik hieronder nog een shirt aan heb, daaronder nog twee hemdjes aan heb en een hoodie. Oh my god, en nog steeds heb ik het echt mokerkoud. Ik vind het niet grappig meer. En dan ben je helemaal vergeten de vlog af te sluiten. Ik heb echt onwijs trouwens pijn in mijn keel, dus ik praat niet heel veel. Doe die duimpjes omhoog, vergeet niet te abonneren onder de video en vergeet ook zeker niet even dat notificatiebelletje aan te klikken. En dan zie ik jullie in de volgende weekvlog weer. Tot de volgende weekvlog. Doei!